Ja, wat is dat toch met ambtenaren? We hebben het al eerder gezien bij die Ariep. Weet jullie nog? Ja, dan gingen ze allemaal op klagen en zeuren en anoniem. Weet je, omdat Ariep die was dan, die had dan iets te fanatiek tegen ze gesproken. En dat was dan in hun ogen grensoverschrijdend. En dat werd een rel van hier tot Tokio en eigenlijk ook het einde van Ariep. En wat zien we nu? We hebben nu dus, ik weet niet of jullie het gelezen hebben, die prinses Laurentien. Nou, die Laurentien, voor de mensen die dat niet gevolgd hebben, die Laurentien die heeft een of andere stichting. En die stichting die zet zich in voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Nou, en zij heeft dus namens die stichting, die Laurentien, contact met het ministerie van Financiën. Ambtenaren dus, ja. Nou, en die ambtenaren die zijn dus ook weer anoniem gaan klagen over die Laurentien. Dat ze te fanatiek zou zijn en dat ze te emotioneel was en te hard was gaan schreeuwen en doe het allemaal maar op. Maar, dat zeg je toch als ambtenaar, ik begrijp dat niet. Dan zeg je toch tegen zo'n Laurentien, hey prinsesje, ga lekker in je kasteeltje staan gillen en begin even te schreeuwen. Tegen je eigen prinsje of tegen je zwager Willem-Alexander, weet ik veel. Ga daar lekker tekeer en hou eventjes je mond dicht. Dat zeg je dan bijvoorbeeld tegen zo'n prinses. Nee, niet de ambtenaar, niet bij het ministerie van Financiën. Nee, we gaan gelijk schrijven en klagen en vervelen en anoniem en dan, als we dat gedaan hebben, dan gaan we ook nog even bellen met de krant. Ja, met de media. Even lekker. En dan gaan we dat even aan de grote klok hangen. Nou. Is dat even wat? Nou vrienden, het wordt hoog tijd dat we die ambtenaren eens een beetje gaan opvoeden. En dat ze even leren incasseren. Dus daar kunnen ze naartoe. Naar de cursus incasseren. En daarna naar de vervolgcursus ophouden met piepen.